Bols en Beers, welkom weer weer een nieuwe video. En we zijn eindelijk bij de 3000 abonnees. Hartstikke bedankt voor het abonneren, iedereen. En natuurlijk bedankt voor het kijken en de aandacht. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen: het leuke wat ermee samenvalt is dat ik al een tijdje een giveaway beloof van de referral link inkomsten. En dat kwam van Coimers. En dat is nu op een 250 euro. Dus dat ga ik weggeven. Voor degenen die geabonneerd zijn en een van mijn video's de komende week gaat delen op Facebook, Twitter, op uh, Instagram en of, of ergens anders. Dan kan je daar kans op maken. Je moet er natuurlijk wel een beetje wat voor doen. Ik kan jullie natuurlijk hartstikke daarvoor bedanken. Maar ik, uh, ja, ik moet het wel een beetje verspellen. Dus iedereen doet er een beetje wat voor. En ik zal dat in. Uh, in een ton doen en daar iemand uitkiezen. En die wint dan 250 euro. En dat is gewoon erg waar. En ik zal je gewoon een uh, e-mailtje sturen... of contacten hoe, hoe je mij hebt contact. En zodoende kan ik weer bij je terugkomen. Dus uh, blijf de komende week zeker uh, kijken. En ben je dus nog niet geabonneerd... abonneer dan. Dan maak je sowieso kans erop. En in ieder geval alle Patreons... die krijgen natuurlijk ook voorrang daarop. Ik ben op Patreon begonnen... Een soort van cursus, maar dan eigenlijk voor maanden lang. En zodoende kun je altijd real-time real wat leren op de grafieker. En dat doe ik bij Patreon. En de sponsor van de video ben ik ook vandaag zelf. Want dat is uh, Bols Beers Masters Elites. En zoals vanochtend heb ik daar weer een livestream gegeven van ja, heel veel coins en heel veel informatie. Waaronder vragen, uh, maar ook onderwerpen. En daarnaast kom je ook eigenlijk gelijk bij de 100, meer dan 161 onderdelen of coins waar we langs zijn gekomen. Dus word je lid of je die 50 euro of die 100 euro per maand doet, dan krijg je in ieder geval van de 50 euro doe je de, ongeveer de helft en van de 100 euro krijg je echt overal toegang tot. Dus dat krijg je al direct. En we zijn nu met z'n 13 met mij erbij 14, heel gezellig. En ik probeer elke zaterdag, of tenminste ik probeer, ik kom elke zaterdag met de livestream en elke maandag. Voor de Masters is dat elke zaterdag en voor de Elites is dat uh, zaterdag en maandag en altijd wat extra video's. Voor de Masters is dat één extra video per week en voor de Elites is dat twee tot zo'n drie of een live video extra per week. En natuurlijk allemaal uh, ja ideeën of trade ideeën, investeringsideeën, mijn plannen en strategieën. En wat ik natuurlijk allemaal heb geleerd in die jaren. En ook treden met Fibonacci. Ga ik allemaal dieper op in op PT. En dus vind je het leuk, meld je daar zeker op aan. Als je daarop aan, maak je sowieso kans op die 250 euro. Want die. Ja, hartstikke bedankt dat jullie me daarin supporten en natuurlijk heel veel willen leren. En ja, ik krijg wel hele leuke feedback. Dus daar ben ik heel blij om dat het allemaal werkt. En we zijn al de tweede maand ingegaan. Dus super leuk allemaal. Laten we in de grafieken duiken. Genoeg sponsor en dingen. Ik ga me zelf gewoon sponsoren. Dus ik hoop dat jullie dat waarderen. En ik waardeer het enorm dat jullie bij, ja, alle 3000 abonnees zijn geworden op YouTube. Uh, Bitcoin. Bitcoin die is al een tijdje. Uh, gewoon weer even lekker het groeien. Wat meer lucht eronder. In Peter ga ik dan ook wat dieper erin, maar ik wil hem ook uh, hier wat meer ontleden. Want ik heb hem van de week ontleden tegen over Ethereum die je beneden zit. En Ethereum zie je ongeveer gelijke move maken. En bij Ethereum begin je ook bij die 0.382 te komen. Bij die, tenminste, die heb je één keer nu aangetikt. Bij die 1741 dollar. En het stond ook weer een beetje gelijk, waar je hier dat support vond, exact dat support vond. Het support vond om die all-time high te maken. En daar is Bitcoin nog niet. Bitcoin is dat eigenlijk een beetje bij die 0,68 hierboven. Dat ligt bij die 30.500 dollar. We hebben natuurlijk al een tijdje die 23.000 dollar gehad, de 25.000 dollar, de 27.000, 28. 28.000 dollar. Nu zit de 0,5 daar ongeveer tussenin. En dan heb je die. 0.68 bij de 30.500 30, dollar. Een pushje winnen die je misschien hier naartoe kan brengen om deze move goed te maken. Want op zich breek je hier naar beneden, kom je nooit meer op terug op dit gedeelte. En dan heb je die 0,786 en die 0.83 bij de 34,500 dollar tot de 35.500 dollar. Je ziet dat het best wel vergelijkbaar is. Dus mocht er eentje eerder springen, dan geeft dat wellicht een blueprint op de andere. Ik heb al wat blueprints gegeven. Ook daarin ga ik veel dieper in op Patreon. Ik ga hier wat dieper gewoon op de targets. En uh, ja, natuurlijk op alle altcoins. Zodoende, als jullie een aanvraag doen, zal ik daar gewoon wat later op terugkomen. Ik zal er niet meteen op terugkomen. Ik zag ook wat reacties die opeens na maand terugkwamen. Dus die behandel ik gelijk eventjes. Dat is bijvoorbeeld een NKN. Die was op zich recentelijk, maar ik zag er ook een paar. Even, een bericht van maanden. Hartstikke bedankt. Dat is volgens mij Giuseppe en met andere. Uh, ik ken heel even niet meer jullie naam, maar ik zag het in één keer. Na maanden komt dat in één keer als melding bij me naar voren. Hè? En hier hebben we NKN. NKN's hebben natuurlijk al een tijdje tegen die 0,236. Bij die 12,2 of 12,3 dollar cent te hikken. En boven die moving averages, ik zal heel even deze weghalen om het iets duidelijker te maken. Daar ga ik ook weer dieper in op Patreon. Maar je bent boven die moving average. Je boven die moving average van de daily. En ik zit op een daily, dus die rode is dan de 200. Die blauwe, die hier een beetje stagneert en hier aan het groeien is, waar je hier het supporter dat supporter vindt, is de 44, een belangrijker. En die groene is de 100. En die zie je nu ook een beetje naar boven buigen. En je ziet ook dat het hier de bovenkant naar de boven kan testen. We testen naar boven, we testen naar boven. Net zoals hier eigenlijk. We testen naar boven, we testen naar boven, we testen naar boven. En dan wil je eigenlijk het liefst eerst het bloed zien voordat ik ergens in ga. Maar mochten we hier dit bloed hebben gezien, dan heb ik mijn volgende target hier, hier zo. En dat is bij die 0.382 bij de 15, of de, eigenlijk die 16 dollar cent. Ik zie je dat die wiks ook wellicht precies gevuld gaan worden bij die 0,68. Dat ligt bij die 22 dollar cent. Ehm... Um, deze, ik heb je naam niet eens opgeschreven, maar wel hartstikke bedankt voor je aanvraag. En de, ik heb hier nog een push winnen, waar je hier ook die square op ziet. Dus die 26 en die 27 dollar zijn. Echt wel super mooie ruimtes. Als je dan even je risico bekijkt. Want als je, ik koop nooit in groen, daarvoor wil ik eerst dat bloed zien. Ja, als ik nu bloed wil zien, moet het minstens 20% zijn. Dat je hier ergens waar je hier ook dat support vond op die moving averages, een beetje rond die 9 dollar cent. Maar dan zie je dat je nog een. 26% naar beneden kan zakken. En dan heb ik het nog niet eens over deze ruimte, want hier vind je de meeste support. Een beetje rond die 7 dollar cent, 7,1 dollar cent. Dat is een ruimte van 40% wat je nog kan zakken. Mochten we hier goed resistance vinden. Op zich niet de beste candle, zo'n rode, rode wik, Want het zou zeggen dat je het verloren hebt. Dit level. Maar het, we testen dit nu al een aantal keren. En we blijven maar higher lows creëren en higher highs. Dus dat is op zich positief en kan wellicht die ruimte doorbreken. Kijk bijvoorbeeld naar een coin die ook een beetje vergelijkbaar eruit ziet. Dan heb ik vanochtend ook nog eentje, dat was een STX. En een STX is mooi aan het groeien, maar ik, ik pak meteen een verkeerde. En daar ben ik, ik zit er zelf niet in en het is allemaal geen financieel advies. Het is altijd nee, mijn kijk erop en het is altijd jouw leven, jouw, jij bent degene die op die knopjes drukt. Dus neem er ook altijd je eigen verantwoordelijkheden in en maak er ook eigenlijk altijd een plan in. Ik probeer er alleen maar mee te helpen, want ik, ja, ik doe dit al vanaf 2013 in de crypto en ik heb heel veel goede dingen gewoon geleerd. Probeer ik eigenlijk gewoon een beetje over te geven. STX, stacks, zie je hier uitbreken. Je ziet hem uit die Moving Averages breken na die grote downmove. Want ja, op zich is dit natuurlijk niet positief dat iets zo lang aan het dalen is. Maar hier laat het een gekke week achter en we blijven hier dalen. En hier beginnen we nu een beetje. Ja, een soort van bodem te vinden of support te vinden. Hoeft helemaal geen bodem te zijn. Het kan er zo doorheen breken, want het is de 20 dollar cent. Heel veel verder beneden heb je nog een 1 dollar cent. Maar je hebt hier dat het geld in springt. Dat probeert door die moving averages heen te breken, waar het al uh, maanden in vast zit. Of niet meer boven komt. En daarna begint het hier die basis te vinden. Het komt niet meer echt lager. Het probeert hier nog lager te komen, maar het faalt. Je maakt een higher low en je begint te groeien. Je begint een higher, uh, een higher high te maken op dit gedeelte. Maar nog mooier, begint die rode moving average, de 200 daily, begin je te breken. Hier pierce je het, probeer je te breken. En hier kom je erboven. En je vindt er zelfs even support op. Na deze kleine retrace hier zo. En je begint meteen weer verder te groeien. Dus dan heb ik een 0,382 bij de 37, 38 dollar cent, waar die al eens een keer is geweest. Een 0,68 bij de 48 dollar cent, En een 0,786 bij die. 55 uh, tot de 57 dollar En Dan vul je alleen deze week. Als je dan verder gaat kijken, dan heb je natuurlijk ook nog het gedeelte en de mei kendel Hier val je naar beneden, een beetje een bazen, maar val je eigenlijk naar beneden en kom je niet meer op terug. Dan ben je nu vlak bij die 0,26 waar je hier al een keer bent geweest, bij die 39 tot 40 dollar cent. En dan heb je hier de 0,382 bij de 51 of 52 dollar cent. Daar zat net uh, de 0,68 vlakbij volgens mij. Bij die 55 dollar cent. En dan heb je hier een hogere target van de 70 dollar cent. En een gek crypto die kun je misschien hier natuurlijk krijgen. Bij de uh, 83 dollar cent. Of de 87 dollar cent. Bij die 0,786 of die 0,83. Een echte gekke crypto punt En je ziet al dat het heeft gewerkt. Want hier is hij er al één keer geweest. Dus hij heeft laten zien dat het kan. Dat hij deze fips ook kan raken. Dan heb je hier een 86 dollar cent. En nog eens uh, 1,27 dollar. Dat is gewoon even om je gekke cryptoformen te geven. Maar het kan hier gewoon beneden blijven hangen, maanden. En het kan er zelfs doorheen zakken. Besef dat goed. Er zijn 8000 coins. Ik probeer er zoveel mogelijk bij te houden. Dus uh, ja, ik probeer daar ook het risico van de in inflatie. Want even weer naar die bodem is een 40%. Maar gaan we bijvoorbeeld deze wik vullen? Wat best een reële kans is. Is het toch vanaf de prijs van nu 77%. Wel met het risico. Ik hoop nu nooit in groen. Daarom is het echt geen financieel advies. En ik zou ook nooit iets kopen als iemand wat op een video zet, maar gewoon zelf eerst achter die grafieken duiken en bouwen en een eigen plan creëren en dan erin duiken. En dan heb ik hier een 0.382 bij de 86, 87 dollarcent van 150%. Met het risico dus dat je misschien weer hier naartoe kan gaan, een beetje bloed kan laten zien en in die moving average support kan vinden van 20% drop. Dat, dat zie ik dus het liefst. En die, dat bloed, dat krijg je gegarandeerd. Kijk of wat bloed je hier zit. Na elke move, of het nou een 50 of een 100% is, of eh, laten we dat ook meteen even meten. Of dat het een move is van 240%, ik ben niet te laat. Want kijk daarna, nou, het valt gewoon weer terug en ik kan het hier weer op pakken. Uiteindelijk, als het iets goeds is, dan moet het natuurlijk wel een bodem hebben gevonden. En dan pakt het hoger op en kom je wellicht nooit meer terug. Ja, en daar wil je gewoon in zitten, natuurlijk. En daarmee probeer ik je te helpen. En ik hoop dat je mijn video leuk vond. En dat je, als je nog niet geabonneerd bent, dan abonneren. Maak je dus ook gelijk kans op 250 euro. Die ik volgende week zaterdag ga weggeven. En uh, ja, ik hoop gewoon dat iedereen ermee uh, mee, uh, mee kan doen. Er staan allemaal linkjes in de beschrijving. Vooral het linkje naar Patreon dan kan je verder helpen. En ik hoop je daar terug te zien. Hartstikke bedankt voor het kijken. Een heel goed weekend en heel veel succes. Adios.